magnetron. En wat is er met een magnetron aan de hand? Nou, ik hoop nou niks meer, maar hij woont niet meer aan en uit. En niet warm worden. En dat doet hij nou hopelijk wel, ja. Maar het lijkt me wel, met die monteurs dan moet dat lukken. Allereerste keer. En hoe lijkt u het? Lijkt me heel leuk en heel goed. Het zijn goede mensen. Wat repareer je zoal? Nou, bijna alles. Magnetrons, alles, elektroapparatuur, elektrisch, mechanisch. Alles wat met de plaatsen komt. En hoe ben je hier zo gekomen? Nou, ik zag een advertentie in de krant over de repaircafés. Dat er zoveel waren in Nederland. Dat leek me ook wel interessant. Dus elke keer weer druk. We hebben altijd, ik denk vandaag zo'n 25, 30 mensen. Om allemaal iets laten repareren. Altijd één keer in de maand, Kruisweg 2, bij Avelijn. Dan zijn we aanwezig, vrijdagmiddag. Dus altijd alleen een vrije gift. Dus als het niet lukt, dan ben je niet verplicht om iets te betalen. Ik doe repair de kleding, gordijnen, beddengoed. Alles wat kapot is, probeer ik te maken. En de naaimachines. Ik ben gastvrouw hier en probeer de mensen ook op hun beurt hun apparaten te laten repareren. Dat ze niet heel lang staan te zitten te wachten, maar soms duurt het wel wat langer. Ze krijgen een briefje van mij met een nummer erop en met wat er gerepareerd moet worden en met hun naam. En als het klaar is, dan krijg ik hem weer terug. En wij vragen daar een vrijwillige bijdrage van. We doen ons best, maar het lukt niet altijd. Nee hoor, het is soms heel druk en vandaag is het met name weer heel druk. We hebben al meer dan 26 mensen gehad hier die weer wat gemaakt willen hebben. En de een doet dat, is het maar een klein klusje. Maar er zijn soms ook apparaten waar ze, met name met Senseo-apparaten, zijn ze ik weet niet hoe lang bezig. Dus ja, dan duurt het allemaal wat langer.